Ik ben Thomas Dijkman en dit is Chandra. En we staan hier in het Westerpark in Amsterdam op een heel mooi stil stukje. Nou, er zal wel eens een vliegtuig over kunnen vliegen natuurlijk, maar dat merken we dan wel. En we willen heel graag een interview opnemen. Dus ik ga nu Chandra interviewen. Dus je noemt je op je site een zielenkenner. Maar wat is precies een zielenkenner en wat doet een zielenkenner? Ja, ik vond het zo grappig dat je deze vraag had opgeschreven. Want zielerkenner, dat is op een gegeven moment een soort benaming geweest. Wat bij me binnenkwam. Ja, ik ben nooit een persoon geweest die heel erg geïnteresseerd was in wat voor rol iemand heeft. Het is voor mij altijd heel erg belangrijk geweest van wie is iemand als persoon? En dat gold ook voor mezelf. Het maakte mij niet uit welke rol ik had in het leven. Of, voor mij is het altijd belangrijk geweest in mijn leven om te beseffen wie ik ben en wat ik belangrijk vind in het leven. En toen ik begon met het geven van workshops en ook coaching, ik merkte dat ik steeds meer mensen sprak of in mijn leven kreeg die behoefte hadden aan hulp. En het viel mij dus op, vooral in die periode, dat ik door het masker heen kon kijken en bij de bezieling kon komen van iemand. En voor mij was dat heel natuurlijk, voor mij was dat een logisch iets. En door dus te beseffen van, hey, eigenlijk maak ik gelijk verbinding met wie iemand vanuit essentie is en met de ziel. Zo is eigenlijk het woord zielerkenner ontstaan. Oh, oké. Dan heb ik het eigenlijk ook verkeerd gelezen. Hè? Want ik dacht zielerkenner, dus een kenner van de ziel, maar het is een zielerkenner. Ja. Dus het gaat om het erkennen dat er een ziel is. En jij denkt ook dat er echt een ziel is. Is er ook een soort fijnstoffelijk essentie in de mens die de ziel is? Ik voel, want alles wat ik nu op dit moment zeg in dit interview is ook mijn eigen beleving en perceptie. Hè? Ik vraag er niet om dat een ander ziet hoe ik kijk. Vanuit mijn beleving is de ziel onsterfelijk en heeft elk mens wel een ziel. Ah, okay. En elk dier ook wel. En leven wij in dit aardse leven een beleving en een ervaring wat gekoppeld is aan een menselijke ervaring. Ja. Maar zijn wij nog steeds onsterfelijk? En ja, dat is ook hetgene wat overgaat naar een andere dimensie en sfeer. Oké. Okay. Jij moet even wachten op de overvliegende, grote bromvlieg. Die is best wel aanwezig, zeg maar. Dus dan gaan we eventjes wachten, want hij vliegt ook weer snel voorbij, gelukkig. Ja, want de wetenschap gelooft natuurlijk niet in de ziel. Die is heel materialistisch ingesteld. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat in de toekomst ze wel een bewijs zien voor een ziel, maar voorlopig nog niet. Maar denk jij dat de ziel, die hebben we dus, maar waar zit die dan in ons stoffelijk lichaam? Heeft die een plek? Ja, het is wel grappig dat je zegt van bepaalde wetenschappers geloven niet dat de ziel bestaat. Ik werd me van de week weer bewust gemaakt van een boek van Pim van Lommel. Dat is een cardioloog die ook een boek geschreven heeft van eindeloos bewustzijn. Die het heel duidelijk weet te weerleggen dat we meer zijn dan alleen ons lichaam. Die ook eerst niet echt geloofde in dat er een spiritueel bewustzijn, of hij was daar helemaal niet mee bezig. Maar hij heeft meerdere mensen gesproken die met bijna doodervaringen te maken hebben gehad. En die daadwerkelijk konden aangeven dat als ze in coma waren geweest of in coma waren, dat ze een heel duidelijk beeld hadden van dat de ziel verder ging. Hè, het wordt dan niet als het woord de ziel genoemd, maar het is wel een stukje fijnstoffelijk iets wat het bewustzijn heet. Dus dat is iets waarvan ik het gevoel heb dat wel ook een wetenschappelijk persoon is, die wel in dat hokje wordt gestopt. En zo zijn er meer mensen, en ook ik heb meer boeken gelezen en ook mijn eigen belevingen erbij, waarvan ik ook kan erkennen en ook wel voel dat we meer zijn dan alleen maar het menselijke lichaam van het leven wat nu in het hier en nu bestaat. En dat voorbij zou zijn als we overlijden. Ja, oké.
Ja, nee, dat is heel ja, mooi. Dat was duidelijk, ja. Dat is ja, ja. Soms mezelf nee, praten. Nee, is een heel mooi verhaal. Ja. Ja, is een heel mooi, heel duidelijk verhaal. En die Pim van Lommel, inderdaad, die heeft die buiten, zeg maar, of die zijn bijna doodservaringen, heette dat dan. Ja, die zijn nu wetenschappelijk onderzocht. Dus dat is een begin van het erkennen van de ziel op wetenschappelijk niveau, zeg maar. Dus nee, dat klopt volgens mij wel. Maar terug te komen op jouw vraag, ja, want dat was even een zijspoor. Ik geef nu paradigm workshops, tenminste. Ik heb daar de afgelopen jaren weinig tijd voor gehad, maar dat is wel mijn passie en mijn ding. En dat vat een heleboel spirituele kennis samen in meditaties en activaties en dat soort dingen allemaal. En daarbij wordt er dus ook gesproken over het activeren van de thymusklier. Okay. De thymusklier zit hier boven ons hart, hè? Dat wordt het hogere hartchakra genoemd. Ja. En op het moment als iemand gereanimeerd wordt bijvoorbeeld, dan wordt ook dat gedeelte geactiveerd en aangeraakt. Het schijnt dus dat de thymus in de vroegere jaren bepaalde hormonen aanmaakt, waardoor het immuunsysteem zich wat kan versterken. En dat als mensen ouder worden, dat het dan weer een beetje terug verschrompelt of nou ja, kleiner wordt. Of ja. Uiteindelijk verdwijnt tussen haakjes. Ik geloof niet echt per se dat het verdwijnt. Maar door dat opnieuw te activeren en daar en door het te activeren, dat kan al door heel gewoon echt er zo op te drukken bijvoorbeeld. Maar ook in meditaties kun je het ook gewoon activeren. Dan schijnt het wel dat het dan ook weer zorgt voor een transformatieproces. En dat het je ook kan verjongen. Hè? Dat het je fysieke lichaam kan verjongen, maar ook je spirituele lichaam. Dus... Lang antwoord, maar ik denk dus dat daar wel een spark van die ziel in zit. Ja, oké. Okay. Dus, maar ik denk wel dat die ziel, ons lichaam is de embodiment van alles wat ons persoonlijkheid inhoudt in het hier en nu. Dus ik denk dat alles wat gekoppeld is aan ons spirituele bewustzijn ook in het fysieke aanwezig is. En op momenten als er bijvoorbeeld iemand overlijdt, dan is het eerste waar mensen het over hebben, is dat ze geen gevoel hebben in hun benen. Hè, de voeten zijn ongevoelig. Ja. En dat trekt dan verder naar boven toe. En wat mijn ervaring is dat ik het idee heb dat het dan via hun kruinchakra, dus dat ze via hun hoofd, eigenlijk het fysieke lichaam verlaten. Ah, oké. En dat dus... Het hogere zelf, hè, dus dat is eigenlijk verbonden aan de ziel. Dat is eigenlijk het stukje bewustzijn wat meer weet dan de persoonlijke ziel, zeg maar, die in het hier en nu aan het leven is, aan het ervaren is. Dat de ziel daar naar boven gaat, naar boven trekt. Oh, oké, okay. Om dan aan weerszijden van het leven, zeg maar, zijn reis voor te zetten. Ja, waar het dan ook naartoe zal gaan. Ja, oké. Okay. Nou, mooi. En is het ook zo, want je zegt, onze ervaringen die we doen in ons persoonlijke leven. En dat kan ook, zeg maar, negatieve ervaring zijn of ziekte zijn. En kan de ziel daar ook een rol in spelen, denk je? Ja, zeker. In welk opzicht bedoel je een rol spelen? Want we beleven natuurlijk alles, dus dat is alles op zielniveau. Ja. En vanuit de spirituele visie, dan wordt alles opgeslagen, alle ervaringen opgeslagen in de Akasha-chronieken. En dat is eigenlijk ons persoonlijke boek, waar alles in omschreven staat op zielniveau. Ja, nou ja, ik bedoel eigenlijk of dat dan een lichamelijke weerslag kan krijgen, soms in negatieve zin, bij een ziekte. Hè, of we al in dit leven, zeg maar, karma opbouwen op zielenniveau, zodat dat... En dat moet uitgeleefd worden of dat dat tot een ziekte kan leiden of misschien karma van een ander leven. Mm-hmm. Dat een belangrijk element is om te begrijpen, zeg maar, dat we ook op die manier ziek kunnen worden. Ik denk dat dat wel van invloed kan zijn. Alleen omdat ik zelf ook in de gezondheidszorg heb gewerkt en ook werk, kan ik niet per se zeggen of... Hè, want je noemde... Je had me... Mag ik dat zeggen? Je had me die vraag opgestuurd van dokter... Ja, dokter Hamer. Dat zou de volgende vraag zijn. Ja, dat klopt. Dat is van dokter Hamer. Dus ik heb het even nagelezen. Ja. Van wie die man is, want ik kende hem dus niet. Kijk, hij gaat echt uit van... dat er alleen maar een emotionele oorzaak is. En als je dat dan bij de wortel pakt...
dan is alles in één keer opgelost en dan zal alles in één keer wonderbaarlijk genezen. Ik snap een deel van zijn gedachtegoed wel. Wat mijn ervaring is, want ik ben gewend om mijn leven lang bepaalde patronen te doorbreken, aan mezelf te werken. Vandaar ook dat ik tot inzichten ben gekomen. Als het gaat om... Hè, maar het, ik vind ook, hè, van, ik kan wel wat delen, maar ik vind het ook niet per se mijn taak om mijn hele levensgeschiedenis op tafel te gooien. Dus ik ga het niet in alle details benoemen. Maar ik kan wel bijvoorbeeld zeggen dat ik een periode in mijn leven heb gehad waarbij ik heel somber in het leven stond en toch echt wel heb moeten zoeken naar een positieve mindset. En daar heb ik echt jarenlang aan gewerkt. En daardoor is mijn gevoel van welzijn veranderd. Daardoor is mijn kwaliteit van leven en mijn gevoelsbeleving en gezondheidsbeleving heel erg veranderd. Dus ik geloof wel, en ook ik heb in het verleden ook al een hypnose trainingen gedaan. Dus theoretisch gezien ben ik hypnotherapeut. Maar goed, daar wordt dan ook van uitgegaan dat je gedachten en je onbewuste gedachtenpatronen wel degelijk van invloed zijn op je gezondheid. En dat je bijvoorbeeld, als je gaat kijken naar een regressietherapie, want dan ga je weer terug naar een vorig levensstuk, dan kan je een kern van een eventuele ziektepatroon, en dat kan, ik weet niet in hoeverre dat men lichamelijk bepaalde ziekte kan transformeren, dat weet ik niet zo goed, maar mentaal kun je wel een hele andere beleving en een hele andere mindset creëren als je de wortel van de pijn aanpakt, en dat kan ook door middel van regressie. Oh, oké. Okay. En doe je dat nog steeds, of heb je dat, zeg maar, veel gedaan, die regressietherapie of hypnotherapie? Ja, hypnotherapie is eigenlijk het overkoepelende en regressie is daar een schakeltje in. Ja, oh dan. Ik heb het sowieso wel ondergaan, maar ik merkte eigenlijk, hè, want het was voor mij ter uitbreiding van mijn praktijk. Ik dacht van, nou ja, je moet eigenlijk mensen dingen kunnen aanbieden. Maar er heerst nog zo'n taboe op als het gaat om je mindset veranderen, of tenminste als je het in bepaalde woorden vat. Dan kunnen mensen er wel iets van begrijpen. Hè? NLP, dat wordt minder als zweverig gezien dan op een moment als je het hebt over hypnotherapie. En ja, je moet daar ook een bepaalde mindset voor hebben om dat ook te begrijpen hoe zoiets werkt. Oké. Nee, dat snap ik. Ja, je moet er toch, zeg maar open voor staan. Maar goed, als een patiënt, zeg maar, kiest voor hypnotherapie, dan staat hij er open voor. Maar merk je dat er heel veel mensen nog niet open voor staan, zeg maar? Nou ja, ik kwam weinig mensen tegen die daar baat bij hadden of die daar voor open stonden. Dus ik heb het wel een tijdje op mijn website gehad, maar er was geen animo voor. En dan denk ik ook van, ja, in hoeverre was het dan mijn taak om vanuit die rol ook mensen te assisteren. Dus de andere kant ervan. Maar daar heerst wel een stukje taboe op. Alles wat te maken heeft met een bepaalde mindset. En ook, nou ja, zoals Dr. Hamer bijvoorbeeld. En ook zoals Jomanda, hè, want Jomanda die heeft ook wel bepaalde, dat wordt heel gekscherend over gedaan, instralingen. Maar dat is eigenlijk wat Reiki ook doet. Hè? Ja. Reiki, dat kennen heel veel mensen. Maar het is eigenlijk ook een vorm van handoplegging. Het is ook een vorm van verbinding maken met de bron. En vanuit goddelijk licht en liefde de energie laten stromen naar datgene waar je aandacht naartoe gaat. En dat kan heel helend werken. Maar niet iedereen ziet dat, niet iedereen voelt dat. En het is ook het beeld wat je erover hebt, wat uiteindelijk ook zorgt voor de ervaring. En je hebt bijvoorbeeld Bruce Lipton. Dat is ook wel een hele bekende meneer die uiteindelijk ook wel gewoon met onderzoek heeft aangetoond dat DNA niet van nature kankercellen bevatten, maar dat dat door langdurige stress of omgevingsfactoren of alles, ja, wat risicofactoren zijn, dat het daardoor geactiveerd kan worden en dat daardoor een ziekte zichtbaar wordt. Ja. Dus het is interessant. Ik vind het interessant om dat soort dingen te zien. En als je dus gaat breder trekken naar op zielniveau,
dan denk ik wel dat mensen genetisch materiaal uit eerdere levens verzameld kunnen hebben, wat uiteindelijk voor een bepaalde stoornis kan zorgen in het leven nu. Ja, precies. Ja. Dus dat is zeg maar dan de zielencomponent of de karmische component, de genetische component. Ik denk dat er meerdere factoren van invloed zijn voordat iets zich op een bepaalde manier manifesteert. En hoe zie je dan voeding als een factor? Zeg maar, hoe leg jij die relatie tussen spiritualiteit en voeding? Ja, het is leuk dat je dat vraagt. Kijk, vanuit het hindoeïstische gedachtegoed wordt er gezegd van... Zoals bijvoorbeeld het eten van rundvlees. Hè? De koe is een heilig dier, het wordt gezien als de oermoeder. En waarom zou je dat dan eten? Dat is wat er in heel veel boeken staat. Maar het is wel grappig dat ik uiteindelijk ook op een gegeven moment... Ik vind het leuk om naar documentaires of naar dingen te kijken van mensen die dan op zoek... Gewoon lokaal gaan eten, hè? Wereldwijd. Ja, lokaal eten. En dan zie je gewoon dat er lokale mensen zijn die wel gewoon rundvlees eten. Dat wel gewoon ook binnen het hindoeïsme wel voorkwam. Dan denk ik van, het heeft dus meer te maken met het culturele gedachtegoed. En ook precies het gedachtegoed van die bepaalde bevolkingsgroep. En de denkwijze die we erover hebben, bepaalt ook de beleving ervan. Ja. Ik heb vroeger gedacht, en dus ik heb wel... vegetarische periode gehad en ook wel, dat was eigenlijk vanuit dat idealistische gedachtegoed ook. Ja. En ook liefde voor de dieren en proberen zo vreedzaam mogelijk te leven en te eten. En dat was het idee wat ik erbij had. En in die periode interesseerde ik me ook voor het hindoeïstische gedachtegoed. Het was voor mij een manier om het te verbinden met mijn voorouderlijke lijn. Maar ik ben gaan zien in latere leeftijden ook. En ook mijn spirituele guru. Ik geef nu paradigm workshops. Ja. En de oprichter daarvan is John Armitage. Hij noemt zichzelf ook, hij wordt ook Haridas Baba genoemd. Maar het is eigenlijk een Engelsman die door de hele wereld heeft gereisd en alles. En het is wel mooi, want ik heb een aantal workshops bij hem gevolgd. En de eerste workshop die ik bij hem deed, was gekoppeld aan een 9-daagse workshop was dat. Waarin er heel veel mensen dus spiritueel zijn, vegetarisch waren. En dat ook nog gingen vragen aan hem. Zo van, eet jij vlees en hoe kan dat? En gebruik jij, want hij drinkt af en toe een drankje en het helpt hem om te gronden. Maar hij eet ook gewoon vlees. En dat werd gewoon eigenlijk afgekeurd door de mensen die zogenaamd spiritueel waren. En daarvan zei John ook van, hey, ongeacht wat ik wel of niet gebruik of wel of niet eet, het maakt me niet minder spiritueel als ik dit soort voedingsstoffen wil eten, als ik dit soort voedingsstoffen wil gebruiken. En dat ervaar ik zelf ook. Ik voel dat bepaalde voedingsstoffen mij helpen om mij te gronden. Als ik bijvoorbeeld vlees eet, dan merk ik dat het mijn lijf grondt. Okay. Dus ik merk dat het iets voor mij doet. Dat betekent dus dat op het moment als ik ervaar, en ik heb ook een tijdje in de groenvoorziening gewerkt, ik merkte dat mijn behoefte aan voeding, aan dierlijk voedsel, toenam op het moment als ik fysiek werk deed. Okay. Terwijl in de periodes dat ik meer met spiritueel werk bezig was, bijvoorbeeld in het stervensproces van iemand die heel dicht bij me stond, dan merkte ik echt dat ik behoefte had aan fruit, licht verteerbare salades. En dat ik geen behoefte had aan vlees. Dus ik merk dat mijn behoefte van voeding zich aanpast aan wat ik op dat moment doe. Ja. En daardoor kan ik makkelijker omgaan met bepaalde met een bepaalde manier van hoe ik met eten omga eigenlijk. Ja. Dus een heel lang verhaal. Ja, nee, maar ik begrijp maar het. Het is een mooi verhaal. Ik denk wel dat op het moment als je ervoor kiest om minder dierlijke producten te eten, dat het wel je trillingsfrequentie verandert. Dat denk ik wel. Ja. Nee, natuurlijk. En verandert dan in positieve zin dat je bijvoorbeeld meer gevoelig bent voor het geestelijke en minder voor het materialistische, zeg maar? Of hoe verandert dat dan? Ik heb wel het gevoel dat dat van invloed kan zijn, ja.
Okay. Maar ik denk dat als ik daar een vaststaand beeld van... Ik heb daar geen vaststaand beeld van. En dat is ook iets waar ik mij bewust van probeer... dat probeer ik ook zo min mogelijk te doen. Omdat het anders heel erg zwart-wit wordt. Ja, oké. Okay. Mijn ervaring is niet zwart-wit. Nee. Dus kan ik daar ook geen zwart-wit beeld van vormen. Nee, oké. Okay. En ik denk dat de beleving ook persoonlijk is. Ja, zeker. Hoe is het? En jouw interesse voor spiritualiteit, is dat eigenlijk zeg maar vanuit je zeg maar, ouders ingegeven? Of is er een soort keerpunt in je leven geweest dat je meer begon te richten op spiritualiteit? Ja, dat is een hele goede vraag met een heel uitgebreid antwoord. Want het heeft altijd wel in mijn systeem gezeten. Ik heb altijd als kind zijnde mijzelf al afgevraagd van wat is eigenlijk de reden waarom we leven en wat is de zin van het bestaan en wat doen we hier eigenlijk? Ja, dus dat weten en dat willen weten en het nut zien van, hè, dat heb ik altijd wel in me gehad. Ik merk wel ook aan mezelf, mijn moeder heeft me niet echt heel erg religieus opgevoed. Ze heeft me wel met het hindoeïstische gedachtegoed opgevoed. Van er is alles, in alles is God aanwezig en ja, dat je gewoon zo goed mogelijk moet leven, zeg maar. Maar ik denk wel dat het in mijn genen heeft gezeten en in mijn genen zit. Dus dat is een stukje wat ik wel meeneem. Maar het stuk zingeving is altijd zo'n belangrijk thema voor mij in mijn leven geweest. En van daaruit ben ik eigenlijk gaan zoeken. Dus dat is mijn eigen interessegebied geweest. Ik heb ook een periode gehad dat ik op een gegeven moment ook dacht dat ik gewoon van God los was. Dat ik in een omgeving was waarbij er totaal niet de verbinding was met geloof of religie of alles wat ermee te maken heeft gehad. Terwijl ik wel in mijn kinder- en puberteit, ik zat wel op een Rooms-Katholieke school. En ik had altijd wel interesse voor verschillende geloven en culturen en religies. En ook wel het hindoeïsme verdiept, het interesseerde me wel. Maar op een gegeven moment heb ik een periode in mijn leven gehad en dat was wel een omslag dat ik even niet met dat soort dingen bezig was. Ik was gewoon puur bezig om te overleven, waardoor ik ook de spirituele verbinding met mezelf en ook met de bron niet voelde. En er kwam op zich wel een omslag in mijn leven toen ik merkte dat ik toch echt wel die verbinding nodig had met de verbinding met de bron, met het goddelijke, met hoe ik altijd wel steun en kracht heb gevoeld en ervaren wat ik vroeger als kind wel had. Daar had ik echt behoefte aan. En dat was eigenlijk de omslag van mijn leven, waarbij ik ook merkte van blijkbaar als je dan die verbinding legt met de goddelijke dimensie en met de spirituele verbinding, met jezelf, maar ook met de goddelijke energie, zeg maar, dan kan je wel je leven transformeren en dan geeft het je wel de kracht en de moed om een ander leven neer te zetten of te komen waar je moet zijn. Oké. Ja. Ja, dat is mooi. Maar in je laatste filmpje had je het over de nieuwe wereld. Mm-hmm. En wat is dan de nieuwe wereld voor jou? Ja. De nieuwe wereld is iets waar we al zo lang in zitten, maar wat echt zichtbaar wordt voor mensen die het willen zien. De nieuwe wereld is een wereld waarin we in heel veel verschillende dimensies aanwezig zijn, maar dat mensen die vanuit hun hart en ziel leven, die hun passie volgen, die vanuit hun ware natuur leven, dat die meer empowered worden en daardoor ook de draagvlak creëren voor een andere manier van leven en een andere manier van denken. En ik denk dat dat iets is van alle tijden. De nieuwe paradigm, hè, dat is ontstaan door Bill Armitage, dat is de grondlegger daarvan. Ja. En die werkt met een meester uit Atlantis, die heet Germain. Dus eigenlijk is Germain de echte grondlegger, alleen Johnny heeft dat vertaald naar... En zo is het eigenlijk ter wereld gekomen.
Maar Germain, dat is eigenlijk een meester die leefde in Atlantis. En dat is een beschaving waarbij er vanuit een hogere trillingsfrequentie werd geleefd. Waar er eenheid was, waar er liefde was. Waar mensen naar elkaar omkeken. Er waren wel verschillende gradaties van verschillende mensen. Dus ook wel priesters en arbeiders. Maar er was eenheid, er was heelheid, er was verdraagzaamheid. Hè? Er werd vanuit een hogere trillingsfrequentie werd er geleefd. Er waren technologieën mogelijk. Er werd met gedachtekracht werden de dingen gemanifesteerd. En het schijnt dus dat er in Atlantis een periode is geweest. Hè? Want om meester te worden moest je minimaal 12 jaar in de leer zijn. En er waren leerlingen geweest die dat sneller wouden. Die wouden sneller een bepaalde macht creëren. En vanuit een bepaalde macht leven. En volgens de New Paradigm en ook vanuit de visie van Atlantis wordt er gezegd van zo is eigenlijk angst in de wereld gekomen. Zo is ook ego-energie in de wereld gekomen. Want je mist daardoor bepaalde lagen die nog wel tot stand waren gekomen als ze verder hadden geleerd. Zo vertaal ik dat eigenlijk. En dat is eigenlijk de reden waarom we een periode hebben gehad van duisternis en dat materialistische en het terug naar het overlevingsstand en macht en geld is belangrijk en dat is de enige waarde waar we voor leven. Maar mensen die meer vanuit hun gevoel leven en ook wel met kruidenplanten en dat soort dingen bezig zijn en die eigenlijk vroeger verketterd werden eigenlijk, hè? Kijk maar naar de heksen bijvoorbeeld in de middeleeuwen. Ja. Kunnen ook wel mensen geweest zijn met bovennatuurlijke energie die eigenlijk door de eeuwen heen nog wel geleefd hebben, maar altijd verketterd zijn. En dat wordt nu we in de tijd van nu leven, merk je dat in bepaalde lagen nog wel. Maar er is veel meer draagvlak voor de diversiteit. Er is veel meer draagvlak voor een andere zienswijze. En ook, ook al kijken we naar de televisie en zien we alleen maar verdeeldheid en angst en turbulentie en zwaarte. Persoonlijk heb ik het gevoel dat stuk wat ik nou net noem, dat meer zichtbaar is en dat media een middel kan zijn om meer dat andere uitvergroot te laten zien, zodat we niet verder kijken dan ons neus lang is en in een bepaalde angst of in een bepaalde andere trillingsfrequentie worden gehouden. Ja, oké. Dus die nieuwe wereld is er al. Ja. Is er altijd al geweest, maar niet iedereen kan dat stuk zien of ervaren. Nee. En een belangrijk onderdeel van die nieuwe wereld is dus dat we eigenlijk minder angst creëren. Ja, de nieuwe wereld staat juist voor een hogere trillingsfrequentie, voor eenheid, voor compassie, voor samen, voor unity consciousness, zeg maar. Dat. Ja, oké. Okay. Ja, dat wordt mooi. En dat. Ja. En die gaat ook echt, zeg maar, plaatsvinden, denk je, in de wereld? Zeg maar, heel materieel. Of in, want het kan ook plaatsvinden in mensenlevens op zich, toch? Persoonlijk, in spirituele ontwikkeling van een mensenleven. Ja, wat mijn ervaring is en wat ik ook wel interessant vind om te noemen, is dat stukje van die theorie van Hawkins. Die heeft gewoon een bewustzijnsschaal op papier gezet. En er is ook nog een andere meneer, Barrett heet die, geloof ik. Die heeft eigenlijk, dat is wel grappig om te zien als je dan ziet, hè, dan gebruiken ze de 7 punten van de chakra, van het chakrasysteem. Ja. En daar koppelen ze dan een bepaalde bewustzijnslagen aan. Okay. Ik ben van mening dat precies wat jij ook zegt, van de persoonlijke ontwikkeling en spiritueel bewustzijn begint in onszelf. Maar we zijn sowieso, hè, op het moment als je bij het hoogste punt gaat kijken, wat Hawkins noemt, is enlightenment. Als je bij dat punt komt, dan is er geen afgescheidenheid meer. Dan is er eenheid. Dan heb je eenheidsbewustzijn. Dan heb je eigenlijk dat staat van zijn gecreëerd, wat verbonden is met alles en iedereen om ons heen. Dan zijn er geen losse componenten meer. Dus dan heb je automatisch al die verbinding met de ander gecreëerd. Ja, oké, okay, wat mooi. Ja. En daaruit rolt vanzelf een heel ander maatschappijbeeld en ook een andere maatschappij naar voren. Ja, ik denk dat op het moment als je op een bepaalde manier dus jezelf richt op de persoonlijke ontwikkeling en zo je eigen groei doormaakt, dat je uiteindelijk ook weer andere type mensen aantrekt. Ik denk dat jij dat ook wel herkent in je leven.
Ja, op zich wel. Ja. Nee, heel mooi. Ik had nog één laatste vraag, waar ik nog heel even over dat angstverhaal terugkomen. Ja, dat is misschien heel jammer naar zo'n mooi verhaal. Maar ik denk ook, die negatieve dingen, die kunnen ons juist helpen door daar ons bewust van te zijn. Mm-hmm. Maar ik heb een wetenschappelijk onderzoek gelezen. En zeg maar, angst vergroot het risico op hart- en vaatziekten. Ja. En dan wou ik jou vragen, vanuit je zeg maar, spirituele ervaringen, van ja, hoe zit dat? Heb je een spirituele verklaring voor het feit dat angst, die heeft volgens wetenschappers dus het risico op hart- en vaatziekten kan vergroten? Nou ja, als je gaat kijken naar hoe je chakrasysteem eruit ziet, als je energielichaam, dan heb je verschillende energiecentra. En op het moment als die geblokkeerd raken, en dat kan met dit leven te maken hebben gehad door traumatische ervaringen bijvoorbeeld. Maar ook, het kan ook met vorige levens te maken hebben. Op het moment als je een blokkade hebt in je wortelchakra, dus dat is eigenlijk je basischakra. Dan kan de uitingsvorm inderdaad angst zijn. En dat kan weer van invloed hebben op je hartchakra. Maar je hartchakra staat juist symbool voor de liefde. En ja, voor het ontvangen van de energie, maar ook voor het zelfhelend vermogen. Ja. En ik heb inderdaad jouw artikel gelezen en ik vind het heel mooi hoe je dat hebt benoemd. En je had ook op een gegeven moment de vraag gesteld van, ken je iemand die dat op die manier zo heeft meegemaakt en waarbij je dat ook terugziet? En ja, dat klopt. Ik heb iemand in mijn directe omgeving bij wie ik gewoon heb gezien dat de mindset wel degelijk van invloed is geweest op de fysieke gezondheid, maar ook de mentale gezondheid en hoe dat allemaal met elkaar in verbinding staat. Oké, wat mooi. En dat is eigenlijk ook, dat hele bewustzijn lijkt me dan een belangrijk onderdeel van het nieuwe paradigma, of het nieuw paradigm, zoals je dat dan zegt. Mm-hmm. Het staat allemaal met elkaar in verbinding. Het fysieke staat niet los van het mentale en het mentale staat niet los van het spirituele. Alleen spiritueel klinkt zo zweverig, want mensen denken daar gelijk bij dat je een hippie moet zijn met lang haar, die wiet aan het roken is de hele dag en dan vervolgens met blote voetjes op de grond. Ja, precies. Nou, is ook leuk, zeg maar af en toe, maar dat is inderdaad een bepaalde vorm van zweverigheid die we niet bedoelen. Want je kan het ook andersom zeggen, het materialisme is wel heel erg hard en koud en wel heel erg, zeg maar, rationeel. Hmm. Ik bedoel, dat kan ook niet waar zijn. We hebben een fysiek lichaam, wat we ook nodig hebben. En tegelijkertijd op het moment als iemand overlijdt, dan zie je heel duidelijk dat de bezieling eruit is. Dat een fysiek lichaam ook weer heel anders is. Ja. Dus we hebben beide vormen nodig en dat vormt het geheel. Ja, dus het is eigenlijk een soort zeg maar, in balans brengen van elkaar. Dus het de materiële aspecten in het leven en de spirituele aspecten in het leven. Klopt. In balans brengen. Nou, ik vond het een heel mooi interview. En ook heel erg bedankt. Want dit was mijn allereerste interview ooit. En ik vond het heel leuk gaan. Je hebt heel veel mooie dingen verteld. Dus ja, ik zou zeggen, hartelijk dank voor dit interview. Nou, jij ook bedankt. Ja. Want eigenlijk door jouw vragen help je mij ook bewust te maken van hoe zit dat ook alweer. Dus we hebben net op dit bankje gezeten in het Westerpark en dan in het Rietland gedeelte in Amsterdam. En nogmaals bedankt Chandra, want ik vond het een heel interessant interview. En jij was dan de eerste. En ik heb ook aan jou gevraagd, aan wie wil je de microfoon doorgeven? Ik geef de microfoon aan Miro Kloosterman.